Hoi allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Tijd voor een nieuwe video. En deze keer wil ik een Journal With Me video voor jullie opnemen. Ik ga lekker aan de slag in mijn journal. Ik gebruik altijd een regular size formaat journal. En dit is een Travels Notebook omslag. En zoals je ziet is die al lekker, een beetje zon, maar... Ja, is die wel lekker gebruikt en dit is een camelkleurige journal. En daarin gebruik ik ook een Travelers Notebook, Travelers Company insert. Dit is de 013 en dat is het lightweight paper. Dus er zit heel veel papier in deze insert en dat is heel erg dun. Maar dat kan echt wel heel veel hebben, vind ik. Het enige waar ik een beetje tegenaan loop is dat ik tegen het einde van het insert, dan is die wat zo dik dat ik er niet meer zo goed in kan werken. En dan pak ik eigenlijk altijd een nieuwe. Ik ga werken met aquarelverf. Ik wil waarschijnlijk ook Colorburst gaan gebruiken. Ik weet niet of dat jullie daar heel erg bekend mee zijn. Maar dat ga ik ook toepassen op deze pagina. En ik wil een aantal foto's gaan verwerken van laatst in het weekend dat wij even naar het bos gingen. Waar nog heel veel ijs op de oppervlakte lag. En dat vond Kai natuurlijk helemaal fantastisch om dat eruit te halen. En met een stok allemaal kleine stukjes van te maken. Dus die wil ik graag gaan verwerken in mijn journal. Deze video hebben jullie laatst gezien en hier heb ik gewerkt met embossingpoeder. En dat omdat het een beetje, het lijkt net alsof dat een beetje ook vettig is door de warmte, een beetje een laagje achterlaat op de andere kant van het papier. Dus daar moet ik eventjes wel mee dealen, maar dat komt helemaal goed. Dus ik stel voor dat ik aan de slag ga, dat ik de rest van de video een voice-over voor jullie opneem, omdat ik toch waarschijnlijk wel wat moet gaan versnellen. Dat het anders een hele lange video gaat worden. Ik zou zeggen, veel plezier met kijken. En ik begin met het aanbrengen van aquarelverf. Ik pak deze blauwgroene kleur, omdat ik die heel erg mooi vind. En vervolgens ga ik die nog wat mixen met groen. Ik doe mijn pagina dicht en weer open, omdat ik vind dat het een heel mooi effect geeft met de verf. En als ik dat gedaan heb, ga ik er wat donkerblauwe Colorburst op strooien en dat dan nat maken. Of met mijn Timmels waterflesje ga ik dat dan activeren. En vervolgens droog ik het, dep ik het af en droog ik het weer verder. Ik pak er een stempel bij en die ga ik met de donkerblauwe Distress Oxide Inkt Faded Jeans ga ik die stempelen, linksonder in de hoek. En vervolgens ga ik met die Faded Jeans inkt ook nog wat spettertjes op mijn pagina's aanbrengen. Ik druk dat even af dan op mijn craft sheet, omdat ik daar dan weer makkelijk de inkt af kan vegen. Dan pak ik er wat foto's bij die ik wil gaan gebruiken. En ik heb eigenlijk niet echt een idee over deze layout als ik eraan begin. In eerste instantie wil ik hem bijna al zo laten. Maar vervolgens ben ik aan de slag gegaan en ben ik dit meisje gaan tekenen. En dat heb ik vervolgens ingescand en uitgeprint, zodat het op wat dunner papier is. En dat vind ik makkelijker werken in mijn journal dan dat dikke aquarelpapier. Nou, vervolgens ga ik dan wat cirkels met zwarte inkt aanbrengen. En ook nog met de roze acrylinkt wat stippeltjes hier en daar. En daar zit niet echt een gedachte achter, dat doe ik echt op gevoel en dan ga ik dat vervolgens drogen. Ik wil namelijk ook de kleuren van het meisje wat terug laten komen in mijn achtergrond, zodat ik wat meer één geheel krijg. Daarom pak ik hier nu een Zig Clean Color Real Brush Marker en maak mijn cirkels paars. Ik vind dat altijd heel fijn werken met die markers in zo'n cirkel. Dat geeft ook wel een mooi effect, vind ik.
op de pagina. Nou, vervolgens ga ik weer aan het drogen. En dat is natuurlijk iets wat ik heel vaak tussendoor doe. Nou, nog weer een keertje schuiven met mijn foto's. Maak ik er tip-ins van of ga ik ze gewoon zo los op de pagina doen. Vervolgens heb ik wat gevlekt met zwarte inkt. Ga ik dat weer wegwerken met nog wat roze stippeltjes eroverheen. En dan denk ik eigenlijk dat roze niet voldoende terugkomt op mijn pagina. Dus ik breng dat hier aan met in eerste instantie met het pipetje. En vervolgens ga ik daar met een vochtige kwast overheen. Want dan is het toch een. Ja, kun je dat gewoon met als verf gebruiken. Omdat dat met. Er zit acryl in. En dat kun je dus activeren met water. Eenmaal gedroogd is het wel watervast. Dan hou ik dat meisje ervoor. En dan zie ik dat het roze eigenlijk niet voldoende erachteruit komt. Dus ik breng nog wat extra aan. Nou, dat droog ik allemaal weer voordat ik natuurlijk daar wat op kan gaan plakken. Nog wat zwarte stipjes mis ik. En zo bouw ik eigenlijk mijn pagina's langzaam maar zeker op. Ik besluit dat de foto's dan als tip-ins op deze pagina komen. En dan ga ik alles aan elkaar of op elkaar lijmen. Het is al laat, het komt niet ten goede van de voice-over, maar ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel. Hier heb ik mijn foto's eventjes aan elkaar gelijmd. Dat doe ik gewoon met een lijmroller en dan zorg ik dat ik de voor- en achterkant de foto heb. Vervolgens ga ik met washi tape de foto's op mijn pagina's plakken. En met die washi tape ben ik een beetje aan het vechten. In de zin van, nou, ik denk dan eerst van, oké, ik doe dit zwart eroverheen. Nou, nog een keer met een stukje zwart. En dan ga ik daar dadelijk toch nog weer wat andere washi tape bij plakken. Deze roze haal ik er dan ook af, omdat ik dat toch wat te druk vind. Vervang ik dan met deze zwarte en zo ben ik een beetje aan het zoeken naar de balans op deze pagina die ik dan nog niet direct voor mijn gevoel niet direct gevonden krijg. Ook met dat meisje, ik wil haar eigenlijk net een beetje echt onderdeel uit laten maken van de pagina, dus daarom doe ik ook weer wat washi tape over haar haar, zodat ze echt in de pagina wordt opgenomen in de plaats van er los bovenop ligt. Nou, daar gaat dan nog wat roze overheen. En dan vervolgens vind ik het eigenlijk wel oké. Ik stempel de datum en daarmee is mijn pagina klaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze video te kijken. Op de foto's zie je nog wat meer details. En ik zou zeggen, tot snel weer hier op mijn YouTube kanaal. Doei!